7.91, de eerste camera. Maak het. Ietsje in de agenda. Komt. En playback. Ja, ik speel Youssef in de film Spijt. En Youssef, dat is een jongen die ook bij de anderen in de klas zit. Het is een jongen met humor, een beetje speels. Het is geen pestkop, gelukkig. Dus, maar een heel leuke rol. Het is gewoon een jongen die lekker luchtig, lekker speels, lekker veel lacht. Stop. Ja, leuk. Leuk. Heel goed. Spijt gaat over Jochem. En Jochem wordt gepest op school. En dat pesten gaat zo ver dat het ernstige gevolgen heeft. Eigenlijk in korte lijnen komt het daarop neer. De uitdaging in mijn rol. Ik denk dat het toch is dat ik Jochem wil helpen, maar dat niet durf. En dat zeg maar de hele tijd wordt uitgedaagd om dat wel te doen, maar dat uiteindelijk toch niet doe. Waardoor dat vreselijke ding gebeurt. Mijn doel in mijn rol is om samen met de band, Punt Uit, samen met David in de rol, om aan de klas te vertellen waar we nou eigenlijk mee bezig zijn door middel van muziek. Uiteindelijk worden er liedjes gemaakt over dat het moet stoppen. En eigenlijk die avond dat iedereen zoiets heeft van stoppen ermee, gaat het volledig fout en verdrinkt hij. Daar gaat het over. Ja, want het is dus een heel heftig thema, maar wordt de film dan ook niet heel heftig en verdrietig? Nou, er zit wel heel veel humor in de film ook. Dus ik denk wel dat de film ook, een film moet ook plezierig zijn om naar te kijken. Maar het onderwerp wat we behandelen is natuurlijk wel vrij zwaar. Zelf ben ik niet echt een zware boekenliefhebber of zo, dus ik heb het niet gelezen, nee. En mijn boekverslagen had ik ook van scholieren.com. Weet je wel, even drie en dan samenvoegen tot één. Doe dat niet. Neem geen voorbeeld aan mij. Maar ik heb het niet gelezen. Shit. Wat moet ik ergens?